het allemaal begonnen is, dat is denk ik zo'n 30 jaar geleden. Van oorsprong heeft mijn schoonvader het bedrijf gekocht. Maar dat heeft hij maar 4 jaar mogen doen. In de jaren 80 is mijn opa begonnen met een metaalbewerkingsbedrijf. Daarna is het bedrijf uitgegroeid van een metaalbewerkingsbedrijf naar een bedrijf die koffiebranders maakt. Vanaf 2006 zijn we begonnen onder eigen naam, Kiezer Koffieroosters. Per dag maken wij ongeveer 1 tot 1,5 machine. Ongeveer tussen de 10 en 15 machines per week. Momenteel werken we met zo'n 70 man. We hebben natuurlijk de lasserij, de elektroafdeling, de opbouw, de service, administratie. Als een machine uiteindelijk klaar staat om uitgeleverd te worden naar een klant, dan heeft zeker 3-4 mensen per afdeling deze machine in de hand gehad. Dus dat betekent dat er ongeveer rond de 20 man de machine hebben aangeraakt of ermee hebben gewerkt. En dat is tot het lassen, tot het spuiten, tot het monteren, tot uiteindelijk onze hele strenge eindcontrole waar de machine doorheen moet komen. Wij zorgen binnen dit bedrijf met alle medewerkers samen om zo'n goed mogelijk product neer te zetten voor de mensen in de koffiewereld. En dat is voor ons een voorrecht om dat te mogen doen. Het geeft ons een heel goed gevoel om uiteindelijk die machine bij de klanten te zien staan. Ja, je gaat voor ons kiezen nadat je hier geweest bent. En dan dat je zelf kunt ervaren hoe we zijn en hoe we werken. En dat die machines ook daadwerkelijk hier gebouwd worden. Het is altijd mooi om te zien dat elke dag toch een machine ontstaat in de fabriek. En dat eigenlijk door alle medewerkers hier een machine wordt gecreëerd. En dat is wel het mooiste om te zien. En uiteindelijk die machine ook bij een klant te zien en dat de klant daar blij mee is. De eerste indruk was wat een grote machine is. Ik dacht, hoe moet ik daar in godsnaam mee gaan werken? Zo'n grote machine, heel zwaar, alles is heel... Het is allemaal gietijzer wat er wordt gebruikt. Hoe ga ik dat ooit beheersen? Elk poutje, elk schroefje, elk moertje. De filosofie daarvan, dat 100% Nederlands fabrikaat is natuurlijk te gek. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch om als Nederlander ook zoveel met Nederlands producten te werken. Onze machines hebben een hele hoge kwaliteit. Mede omdat wij alle producten binnen het bedrijf maken. Dat betekent dat wij hele goede controle kunnen houden op de kwaliteit van die machines. Daarbij gebruiken wij allerlei soorten materialen die afkomstig zijn hier in de buurt of in Europa. En daardoor kunnen wij de kwaliteit heel hoogstaand houden. Voor mij persoonlijk als koffiebrander is giezen gewoon zo stabiel, massief gietijzer. Houdt een waanzinnig goed warmte vast. Het is oerdegelijk, Hollands. Het is fantastisch. De giezen is voor mij echt de ultieme tool om de potentie te halen uit de koffie die wij inkopen. Ja, dat is te gek. Wij werken er heel fijn mee. Het is eigenlijk een machine die je nooit echt teleurstelt en die voor je gevoel ook nooit stuk gaat. En toch heel mooi nauwkeurig mee te werken. Die combinatie is voor ons wel op zich wel doorslaggevend geweest. Het heeft zo'n aantrekkingskracht en we zeggen wel eens koffie verbindt, maar koffie verbindt echt. Ja, is het niet door het drinken van koffie, is het wel het proces van koffie. Als je spreekt over de ultieme koffiebeleving, dan kun je het hebben over het zetten en over het malen en over versheid van de bonen. Maar als koffieliefhebber moet je natuurlijk beginnen dan met het branden, want daar begint het hele proces. Het is vaak zo dat mensen niet in de gaten hebben wat er eigenlijk voor smaken kunnen zitten in dat kleine boontje. Het is bijna net zo complex als wijn. Complexer eigenlijk.